Wij hebben van Nintendo een vet leuk pakketje ontvangen. En wij denken natuurlijk wel dat jullie dat ook willen zien. En het product wat we hebben gekregen van Nintendo is echt zeker tof. Ja. Want wat wij namelijk hebben ontvangen is de Nintendo Switch. Oh my god. We dachten, dit is wel leuk om aan jullie te laten zien hoe het nou werkt en wat je ermee kunt doen. We gaan hem even unboxen en kijken wat er in deze doos zit. Ja. Alright. Oké. Okay. Zo zit hij in de doos. Ja, en wat we erbij hebben gekregen is dit. Dus het is eigenlijk ook een controller, maar dan in hele mooie kleurtjes. Dit is het scherm waar je op kan spelen. Dit zijn de controllers. En deze hebben we ook nog in blauw en rood gekregen volgens mij. En hier kun je dan mee spelen. En dit kun je ook weer samen spelen. Dus dan heb je allebei één controller. Dit is om erbij toe te voegen. Dus een soort van polsbandje dat je niet dat hele ding overal in je kamer laat gooien. Ik heb deze gevonden. En hiermee kun je de kleine controllers zo vastflikken. En als je deze hebt vastgeschoven, heb je dus een echte controller. Het is net wat je prettig vindt zitten. En dit is dan zeg maar het scherm. En als je deze dan meeneemt naar bijvoorbeeld gewoon in de trein of in de auto, dan klik je die uit. En dan kan je dus met die controllers verder werken. En dat vind ik echt super vet. Wat is dit? Ah, dit is echt een top ding. Je komt bijvoorbeeld thuis en je bent bezig en je denkt van, oh, ik wil chillen op de bank en ik wil verder werken. Tenminste, verder game op de bank. Dan doe je deze, doe je hierin. En dan, dan gaat hij dus over van je echte controller naar de tv. En dan ja, kan je dus verder spelen. En hij laat ook via dit ding op. Dus je kunt hem eigenlijk overal mee naartoe nemen. Dus stel je bent in de trein en je denkt van, hey, ik wil even het spelletje afmaken thuis. Dan stop je hem gewoon hierin. En dan kun je gewoon verder. We hebben de spellen Zelda en 1-2 Switch gekregen. En Zelda is een avontuurlijk spel. En 1-2 Switch is iets wat je met z'n tweeën kunt doen. En dan allemaal van die kleine minigame. Nu de gekleurde controllers aan de Switch gehangen en dat ziet er dus zo uit. Je kunt het ook gewoon met zwart doen, maar ik vind het kleurtje Ik vind kleurtjes veel leuker. En dan kun je gewoon zo gamen. Wat nog wel leuk is om te vermelden, deze spelletjes bevatten dus een soort van, ja, het zijn dus een soort van gamecard. Kinderen stoppen dus alles in hun mond en ze hebben dus iets gemaakt, als je dat in je mond stopt, het is een soort card, dus van dit, dan is dat super vies. Maar stel, ik ben een kind van 3 en ik denk van, hey, lekker in je mond. Laat ik dit eens in mijn mond stoppen. Je hoeft maar echt maar een stukje met je tong hoor. Vies hè? Het is niet bitter, maar je tong gaat tintelen of zo. Ja. We hebben al heel veel leuke dingen gehoord over deze Nintendo Switch. Dus we dachten, we moeten natuurlijk ook wel even erop gaan spelen. Nee. Maar wij zijn niet echte gamers. Nee. Dus we dachten, we gaan de Nintendo Switch spelen en een soort van testen met een echte, maar dan ook een echte gamer. Dus laten we dat doen. Ja. Wow! En we zijn bij Joost! Onze expert met de Switch, jongens. Zoveel druk op mijn schouders. Okay, we gaan de Switch spelen. Niet de Switch, we gaan op de Switch spelen. En welke spel gaan we doen, Joost? We gaan spelletje 1-2 Switch spelen. Wat is dit? Wow, luchtgitaar. Dansvloer. Dansvloer, meteen. Ik heb geen idee wat deze is. Ik heb net nog niet gedaan. Oh my god. Er zijn meerdere dansspelletjes in deze. We gaan het nu uitleggen met het filmpje. 1, 2, 3, 4, dans! Oh. Oh, god, heftig. Volgens mij moet je gewoon compleet wil doen. Wat grappig! Ik weet echt niet wat ik moet doen. Nieuwe workout. Nou, ik weet wat ik elke zondagochtend ga doen nu. Ik dans in mijn woonkamer. Ah ja, deze is waarschijnlijk. Wat is dit? Oké, dus gaan ze die uitleggen. Dit is je knikkerdoos. En je moet hem zo dadelijk een beetje bewegen. En dan moet je raden hoeveel balletjes erin zitten. En je voelt hoeveel balletjes in dat ding zitten. Kijk, zie je, je kan hem nu alvast een beetje draaien. Voel je die balletjes? Wat raar? Oké, nu moet je raden hoeveel erin zitten. Yes. We hebben wel allebei 2 geraden. Dus als het 2 is, dan moeten we nog een keer. Ja, dat is 2. Ja. Nou, ja, jij wil het proberen? Er in een doosje. Gebruik je stick om te kiezen hoeveel balletjes er volgens jou in de doosje. Ja, ik denk ook 3. Dat is hetzelfde. 1! Wauw! Oh my god! Ja, wat de bedoeling is, zeg maar één iemand. Kijk, je ziet hier één iemand die slaat zo bovenhand met een zwaard. Yeah. En de ander moet hem opvangen met zijn handen. Je moet hier echt fantasie voor hebben. Ja, oké. Okay. Dit gaat helemaal mis. Oh ja! Je had hem! Nice! Oh! Wat? In één keer al gewoon! Wow. Oh, dit is echt hilarisch. Deze is echt heel leuk, koemelken. Echt? Dit heb ik altijd al willen doen, hè? Virtueel koeienmelken. Ja, echt zo. Melk! Melk het koeien! Oké! Okay. Oké, jij doet het echt heel goed. Ik ben echt pro! Ik doe het echt ook, dit is mijn hobby. Wat een Dit is wel een straal!
Koen die gaat helemaal boeien, je wordt helemaal wild. Ik had echt een enorme straf. Genoeg gemorst gemaakt. Ja, inderdaad. Keren, ja hoor. Oh my god, wat is dit dan? 2, 1, start. Oh. Moet ik even kijken. Moet je dat doen? Maar je mag het niet zien. Ik zie het niet. Nee. Je voelt op basis van die trillingen weet je waar nog haar zit. Oh. Dit ziet er echt heel raar uit. Ik voel mijn neus zo. Ja, je ziet nog wat. Lies, ik denk dat daar nog wat zit. Nou, hier nog? Hier nog? Beetje mee neus? Oh, ik heb hem. Volgens mij heb ik hem. Yes! Ja, nou, ik voel jij was nog niet zo goed. Kijk, nu kan je zien wat je gedaan hebt. Oh, wauw. Ik zit maar op één plek. Welk spel vind je nou leuk, Lies? Ik vond met dat koeienmelk ja, wel heel grappig. Ik ook. Ik vond het echt heel leuk. En dat dansen, dat was natuurlijk vet goed. Nee. Bedankt Joost dat je met ons deze video wilde opnemen en dat je samen met ons de Nintendo Switch wilde gaan testen en dus te gaan spelen. Volg Joost allemaal even op YouTube, Joost speelt spellen en check vooral even zijn kanaal. Welk spelletje vind jij het leukst van de Switch of heb je al de Switch? Laat dan even hier beneden achter in de reacties. Doe een duimpje omhoog als je excited bent voor de Nintendo Switch. Vergeet onze laatste video's niet te checken, die staan hier beneden onderin. En vergeet ons niet te volgen op social media, Instagram, Twitter, Facebook, Snapchat... Everything. Alle links staan beneden in de beschrijving. We zien jullie volgende week weer met een nieuwe video. Doei! Doei!